korte lezing door René ten Bos. René is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit. En hij gaat dadelijk een lezing over dieren geven. Hij zal praten over cryptobiologie, over het verschil tussen mens en dier. En over waarom we eigenlijk willen dat de natuur ons toch te slim af is. Dan geef ik het woord nu aan René ten Bos. Goedenavond allemaal. In zekere zin ga ik het hebben over precies het tegengestelde van de kerk waar we in bestaan. Namelijk over datgene wat niet transparant is, wat zelfs volstrekt onhelder en ook duister is en dergelijke meer. Dat wil zeggen, ik ga het hebben met jullie over beesten waarvan we niet zeker weten of ze bestaan. Dus we gaan het hebben over dieren die ze eigenlijk omschrijven als cryptiden. Cryptos, dat is het Grieks voor verborgen. En daar is het woord cryptide van afgeleid. En cryptide, dat zijn dieren waarvan we eigenlijk niet precies weten of ze er zijn of dat ze er niet zijn. Dat soort dingen. En wat dat allemaal te betekenen heeft, daar wil ik het met jullie over gaan hebben. Want ik heb al een heel moeilijk verhaal over het verschil tussen mens en dier gaan vertellen, zoals Judith net aankondigde. Daar hou ik helemaal niet van. Dat gaan we dus ook niet doen, Judith. Jammer. Over het verschil tussen mens en dier. Ik zal ook maar meteen uitleggen hoe het verschil tussen mens en dier een klein beetje in elkaar steekt. Dat moet je gewoon kleine kinderen vragen. Heel soms geef ik wel eens les op een lagere school. En dan word ik ook gevraagd of ik het verschil tussen mens en dier wil uitleggen. En dan staat daar zo'n groepje, zet je die kinderen in groepjes zo aan de kant. Ik ben getrouwd met een onderwijsbest. Die legt mij dan uit, niet alles moet plenair zijn. Kleine kinderen willen ook in groepjes werken. Ik weet niet of dat klopt en zo. En dan stop je ze zo in clubjes en dan vraag je, wat is nou het verschil tussen mens en dier? En dan zijn ze heel lang aan het nadenken en dan steekt zo'n jochie van 8 vinger omhoog. En die zegt, volgens mij, of volgens ons, is het dier de enige soort waarvan de vrouwtje zijn bejaar draagt. Dat klopt. Er is geen spel tussen te krijgen. Dat is het verschil tussen mens en dier. En dat is een beetje ongeloofwaardig. Nou, dit berust een beetje op wat we in de filosofie essentiële en accidentele eigenschappen noemen. De BH is dan een accidentele eigenschap en niet iets wat heel serieus genomen dient te worden. Maar daar moeten we het niet over hebben. Niet over BH's, niet over verschil tussen mens en dier, maar over cryptides. Dit is een cryptide. Ik heb er een op mijn arm gezet. Dat was het gevolg van een soort weddenschap met mijn kinderen, omdat ik een aantal jaren geleden een boek schreef. Dat heette Het Geniale Dier. En ik ga een beetje vertellen over dat boek. 2-3 jaar geleden is dat boek gepubliceerd. En het aardige van dat boek is dat mijn dochter zei, dat boek wordt een succes. Ik zei, dat wordt geen succes. Als het succes wordt, moet je een van de beesten die in het boek staat op je arm laten zetten. Zei mijn dochter, die erg heel veel houdt van tattoos. En toen kwam ik met dat boek in een programma, dat heette Wereld Draait Door. En dat was het beste bewijs voor mijn kinderen dat dat boek dus een succes was. En toen moest ik naar de tattoo shop. En toen heb ik dit ding op de arm laten zetten. Dit is een cryptide. Herkent iemand dit dier? Ja, jij weet het inmiddels, Mark. Ja? Herkent iemand dit dier? Dit is een Tasmaanse buidelwolf. Een Tasmaanse buidelwolf, dat is een dier dat niet te verwarren is met een met de Tasmaanse duivel. Die bestaat nog, hoewel die op de rand van het uitsterven staat. De beesten die komen van het eiland, dat is een traan onder Afghanistan, Australië hangt. En daar had je hele aparte diersoorten. En een van die soorten, dat was de Tasmaanse buidelwolf. Een soort beest zo groot als een herder. Ontzettend sterk moet hij geweest zijn. Grote tanden en een bek. En in die tijd werden er wel eens van die hondengevechten gehouden. Dat zo'n Tasmaanse buidelwolf het opnam tegen 3-4 pitbulls. En die waren dan in een minuut dood. En zo'n soort beest. En dus een behoorlijk gevaarlijk beest, maar hij schijnt al die tijd eigenlijk nooit mensen te hebben aangevallen. Maar de boeren, dat wil zeggen de Europese kolonisten die in Tasmanië kwamen, die zagen dus op een gegeven moment dit beest als een grote bedreiging voor hun schapen. Die schapen die hadden ze daar uitgezet. En als die schapen eenmaal aangevallen worden, dan doen boeren in de 19e eeuw iets wat boeren overal in de wereld hebben gedaan, uitroeien met die beesten. En sterker nog, Tasmaanse buidelwolf werd officieel verklaard tot een soort van
ongedierte. En als ongedierte, hè, betekent dat dus automatisch dat er geen enkele intrinsieke waarde in het beest zat. En het duurde ongeveer 50 jaar of de Europese settlers hadden dat beest dus daadwerkelijk uitgemoord. Het laatste exemplaar schijnt te zijn gestorven in 1926 in de dierentuin van Hobart, wat de hoofdstad is van Tasmanië. Het is nogal een tragisch verhaal. Maar, en nu wordt het interessant, sindsdien... Reptiles zijn dus eigenlijk ook dieren die hebben bestaan, maar niet uitgestorven zijn. Ja, dat ook. Ah. Ja. Ja. Dus ja, daar kom ik straks nog op terug. Je hebt verschillende soorten cryptides. Ik leg het allemaal nog uit. Ik zit nog in mijn inleiding. Oh. Ja, dat moet nog een beetje makkelijk zijn. Ja, maar anders kan ik het niet meer volgen. Ik ben wat ongeduldig. Oh, dat is het. Dat is het. Te veel last van kennis. dus, wat gebeurt er? Het is toch wel best een uitverkocht zaaltje, jullie zien. Dat is mooi. Omdat de muziek zo vreselijk is. die cryptides, die Tasmaanse buidelwolf, die, kijk, en dat is dus het interessante. Na 1926 zijn er dus, ik ben weer in mijn schema, na 1926 zijn er dus allerlei waarnemingen van die Tasmaanse buidelwolf. En het interessante van die waarnemingen van die Tasmaanse buidelwolf is in feite dat er daardoor een enorme twijfel bestaat over de vraag of dit dier nou echt is uitgestorven of niet echt is uitgestorven. En dat is voor een filosoof interessant. Want deze vraag die raakt onmiddellijk aan kwesties rondom het bestaan van dingen. He? Bestaat iets nou of bestaat iets niet? En bij die Tasmaanse buidelwolf weten we dat niet. Niettemin zijn er boeren geweest in Tasmanië die zeggen, ja, laatst liep er nog één bij mij door de tuin. Sterker nog, er zijn al dus wetenschappers die de Tasmaanse buidelwolf en zijn teloorgang bestudeerd hebben, nog steeds allerlei waarnemingen over dat dier die zij redelijk betrouwbaar achten. Anders gezegd, de wetenschap zelf is er niet helemaal over uit of het dier bestaat of niet. Nou, dat is interessant. En dat is ook kenmerkend voor ongeveer alle cryptides. Maar voordat ik inga op die cryptides, wil ik eerst nog wat meer over de Tasmaanse buidelwolf vertellen. Er zijn waarnemingen gedaan, in ieder geval tot in de jaren 80, die, waarvan sommige biologen of zoologen zeggen, die zijn betrouwbaar, terwijl anderen zeggen, die zijn niet betrouwbaar. Het tweede punt dat interessant is voor een filosoof is, hoe komt het dat de wetenschappelijke gemeenschap kennelijk zoveel oneenigheid heeft over de, wat wij dan noemen, de ontologische status, dus de zijnstatus van een bepaalde soort? He, dat is een interessante vraag die je kunt stellen. De vraag, die discussie gaat heel ver op dit moment. Er zijn namelijk heel veel mensen die vinden dat die Tasmaanse buidelwolf een mooi beest was. Er komen ook allerlei verhalen dat het eigenlijk ook een nuttig beest was. Die ertoe geleid heeft dat waarvan het uitsterven ertoe geleid heeft dat er veel te veel, veel te veel ongedierte, echte ongedierte kwam op Tasmanië, zoals slangen. Tasmanië kent al jaren een geweldige slangenplaag. Hè? En dat komt omdat het te weinig gepredateerd wordt. Dus het heeft allerlei consequenties. Nou, belangrijk is ook op een gegeven moment geweest die hele discussie die ontstond rondom het terugklonen van deze Tasmaanse buidelwolf. Mike Archer, een Australische bioloog van naam en faam, werkte in Sydney. Die heeft zich hard gemaakt voor een soort terugkloningsproject. En dat heeft in Australië, Nieuw-Zeeland en zo tot een enorme discussie geleid over de vraag of je dat eigenlijk wel moet willen. He? Dus men is constant bezig. Je zou hem kunnen terugklonen, want dit is het bijzondere van deze buidelwolf. Dat is namelijk dat dit beest op de een of andere manier echt heeft bestaan. Het is dus een cryptide. Dat is een dier waarvan we niet zeker weten of die bestaat of niet. Maar dit is een dier waarvan we wel zeker weten dat die echt heeft bestaan. Maar we weten niet zeker of die nu nog bestaat. Als je in de wetenschap kijkt, zie je bijvoorbeeld in bepaalde tijdschriften met titels als The Journal of Mathematical Biology dat een stelletje wiskundigen gewoon een soort kansberekeningen maakt over de vraag of het dier daadwerkelijk nog in die regenwouden van Tasmanië erop loopt. En de kans achten zij vrij groot. Dus nu, we weten in ieder geval dus dat het statistisch waarschijnlijk is
dat die nog bestaat. Maar ik weet dan niet meer, volgend punt dat een filosoof interessant is, wat nou precies statistische waarheid is hier. Of wat dat nou betekent. Als je zegt van er is een statistische kans dat dier nog bestaat. He? Dat is heel erg ingewikkeld. Dus dier is uitgestorven. Er is natuurlijk ook een andere reden waarom ik dat beest op mijn arm zet. En ik bedoel, ik vind het ook een soort geste naar een beest dat gewoon uitgestorven is, omdat er geen enkel begrip bestond voor dat dier. En dat is iets wat je wel vaker ziet als een bepaalde soort tot een soort vijand gezien gebombardeerd wordt. Dan is er altijd een enorme agressie tegen deze soort geweest. En achteraf krijgt het mens, Tasmanië is wat dat betreft niet uniek, altijd spijt van datgene wat er gebeurd is. En dan probeert men op allerlei mogelijke manieren het dier weer terug te krijgen. Om een paar cijfers te noemen, die Tasmaanse buidelwolf, daar moeten er zo'n 4.000-5.000 van zijn geweest in het midden van de 19e eeuw. En nog geen 70 jaar later zou de laatste zijn uitgestorven, waren het niet dat we al deze mysterious sightings hebben. En dus gaat die discussie voort. Tot op de dag van vandaag, een paar jaar geleden heb ik het eiland bezocht. En dan gaan nog steeds, je hoeft de kranten maar te lezen, meldingen rond van Tasmaanse buidelwolven. Die bijvoorbeeld in de tuin van een of andere boer gesignaleerd worden. Dus dat is heel interessant, want dan gaan onmiddellijk allerlei bussen met Europese, Amerikaanse of Japanse toeristen. Die gaan dan naar die boerderij, waar stalletjes neergezet worden. En dan kun je gewoon kijken naar iets wat er waarschijnlijk toch niet geweest is. Maar dan kun je in ieder geval een bak koffie drinken. Dat leidt ook tot een soort paradox. Het dier is er niet meer, maar juist doordat het er niet is, is het op de een of andere manier des te meer aanwezig. In al zijn symboliek zie je dus dat dat beest op de een of andere manier iets geworden is dat heel Tasmanië zinnenbeeld, zou je kunnen zeggen. De tragedie van het eiland. Ook niet alleen is dit dier uitgemoord, misschien nog veel erger voor mensen op de Aborigines die daar wonen, die zijn ook uitgemoord. Dat is zelfs nog waarschijnlijk iets sneller gegaan dan dit dier. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het lot van de oorspronkelijke bewoners van Tasmanië en de buidelwolf intrinsiek samenhangen. Een van de redenen waarom mensen zo geïnteresseerd zijn in dit dier. Nou, cryptiden dus. Maar de Tasmaanse buidelwolf, en dat is waar deze meneer, onze kunstenaar, bij wie we het gast zijn vandaag, natuurlijk op een mooie manier net naar verwees. De Tasmaanse buidelwolf is tegelijkertijd een dier dat een uitzonderlijke cryptide is. Uitzonderlijk, want de meeste cryptiden, daarvan weten we echt niet zeker of ze ooit bestaan hebben of niet. Nou, jullie kennen allemaal cryptiden. Een voorbeeld van een beroemde cryptide is het monster van Loch Ness. En ieder vijvertje heeft daar zo, of meertje heeft daar, Loch moet ik zeggen, in Schotland heeft wel zo zijn eigen cryptide. Loch Ness, of Nessie zoals een beest heeft, is eigenlijk maar een uitzondering. Andere voorbeelden, Yeti, Bigfoot, ga zo maar door. Er zijn hele boeken over geschreven. Beroemd is ook de Mobele Mebele, een soort dinosaurus die nog ergens in de binnenlanden van Congo zou rondwaren. En Indianen, zoals de Nambiquari in het Amazonegebied, die kunnen je vertellen dat daar nog ergens een reuzenluiaard rondloopt. Een luiaard die ongeveer 10 keer zo groot moet zijn als alle luiaarden die nu nog bestaan. En er zijn ook in het verleden hele wetenschappelijke expedities naar al deze soorten gedaan. Het interessante is dat natuurlijk nooit onomstotelijk bewijs is geleverd voor het bestaan van deze dieren. Nu zijn er echte mensen die toch heel straf geloven in het bestaan van die dieren. En die dus met andere woorden alles wat de wetenschappen daarover te zeggen hebben, terzijde schuiven. Die mensen noem je cryptobiologen of cryptozoologen. Die cryptobiologie, dat is een soort van wetenschappelijke, en sommige critici zeggen dan pseudo-wetenschappelijke discipline, die, laten we zeggen, het hele idee van bewijsvoering voor de existentie van een bepaalde soort wat oprekt. Want wat wil de wetenschap nou weten als het gaat om een claim die zegt van deze soort bestaat? We hebben die meneer van Roosendaal gehad, een primatoloog, een apenkundige is geloof ik, geen primatoloog.
die nogal wat weet van allerlei beesten die in de Amazone rondhangen. En die had 3-4 jaar geleden had hij een nieuw soort aap ontdekt. Die daar rond die rivieren in de Amazone rondhakt. Het schijnt een of andere zijtak te zijn van het goudaapje. Nog kan een op zich zeldzaam beestje. Maar die kun je ook bij de apenhul bekijken in Apeldoorn. He, maar een nieuw soort beest. Wat willen we nou, wat wil de echte wetenschap nou weten? Die willen een zogenaamd autoptisch bewijs voor het bestaan van een dier. Een autoptisch bewijs, woord auto, dat is zelf, optisch, dat is kijken. Dus je moet zelf gezien hebben. Wat betekent dat doorgaans? Dat betekent dus dat het niet voldoende is als je een foto maakt van het dier. Dat is iets wat we in de cryptobiologie heel vaak zien. Ik heb hier helaas geen powerpoints, maar ik had heel makkelijk prachtige foto's kunnen laten zien van stukken regenwoud. En daarin zie je iets schemerigs ontstaan. En daarvan zeggen sommigen, kijk, dat is Bigfoot. Hè? En dan moet je heel goed kijken en volop interpreteren om dat ook als zodanig te zien. Maar dat werkt meestal niet zo, zo'n fotootje. Dat geldt niet als bewijs voor het bestaan van een soort. Dat autoptische bewijs zegt in feite dat degene die uiteindelijk moeten opschrijven dat dit dier nou officieel bestaat en volgens het Linnaeïsche systeem ook zeg maar gecategoriseerd wordt, hè, als een bestaande soort, die zeggen in feite iets heel simpels, hè, wij willen dat exemplaar hier gewoon zien. En is niet levend, dan dood. Dat leidt tot een wat treurigmakende paradox, hè, want niet lang geleden werd bijvoorbeeld nog eens een soort haai ontdekt in de wateren rondom Japan, de zogenaamde franjehaai. Geweldig beest, hartstikke leuk om te zien. En die franjehaai die werd onmiddellijk gedood en vervolgens naar het Smithsonian Institute in Washington gebracht. En dat is natuurlijk interessant, hè? Je doodt hem en wie zegt ons nou dat dat niet het laatste exemplaar is van deze soort? Nou, misschien is dat dan ook wel om humanitaire redenen goed om een laatste soort of een laatste exemplaar van een soort te doden, want alleen is ook maar alleen. Maar een beest heeft doorgaans niet veel aan humanitaire beweegredenen, zou ik willen zeggen. Dat is een van de moeilijke dingen. Dus daar moet je een beetje mee uitkijken. Dus we hebben nogal wat beesten zo afgemaakt in de loop der tijd. En dat is een soort van paradox. Nou, die cryptobiologen, die zijn allemaal van mening dat dat autoptische bewijs eigenlijk niet hoeft. Een dier, zo zeggen zij, kan ook bestaan. He, dankzij het gegeven dat we bijvoorbeeld een goede roddel hebben ergens in de jungle. Hé man, daar heb je laatst een grote, snap je? Een soort reuzenluiaard gezien. En hoe sterker die roddels zijn, hoe meer een cryptobioloog gelooft dat die beesten dus ook daadwerkelijk misschien als het ware zouden kunnen rondlopen. Nou, dat vind ik hartstikke leuk zoiets. He, want die hechten niet zo aan dat autoptische bewijs. Dat is te veel te gruwelijk enzovoorts enzovoorts. En de grondlegger van die hele cryptobiologie, dat was een Belgische bioloog, ooit echt afgestudeerd in de biologie, ook op tijd hoogleraar geweest. Maar die is dus die betekenis van bewijs voor het bestaan van een soort gaan oprekken, dat was Bernard Heuvelmans. Man die ergens in 1912 geboren is en in 2001 op hoogbejaarde leeftijd stierf. Hij had een Nederlandse achternaam omdat zijn moeder uit Vlaanderen kwam. Zijn vader was Wallonië, hij heeft de naam van zijn moeder overgenomen. En die Heuvelmans die schreef allerlei geweldige boeken over tochten die hij had ondernomen naar verre gebieden op zoek naar bepaalde cryptides. En dit soort literatuur, dat kan ik u verzekeren, is vele malen beter verkocht dan het gemiddelde biologieboek. Waarom komt dat? Waarom hebben wij zo'n fascinatie voor wat de meeste mensen toch gewoon wetenschappelijk onzin vinden of een beetje pseudowetenschap? Er zijn een aantal redenen voor die ik zou willen aanvoeren. En een van de redenen is, wij vinden het altijd leuk, wij mensen, hè, dat op de een of andere manier onze mastery of nature, zoals dat wel eens aangeduid wordt, ter discussie gesteld wordt. Hè, wij vinden het gewoon fantastisch als de natuur in staat is om ons, met al onze wetenschappelijke hybride, overmoed, arrogantie, op de een of andere manier zou kunnen floppen. He, dat is hartstikke leuk. En het is ook waar, er zijn in het verleden beesten geweest die op de een of andere manier uitgestorven zijn verklaard en die later weer herontdekt zijn.
En dat is dus mooi, Nietzsche is ons te slim af. He? Dus een voorbeeld is de Kulakant. Weet u wat een Kulakant is? De Kulakant, dat is een gigantische grote vis, een fossiele vis, waarvan wij al jaren, eeuwen eigenlijk, fossiel bewijs hebben dat dat beest ergens bestaan moet hebben. En berekeningen leren dat het dier, nou ja, tienduizenden jaren oud moet zijn geweest. Totdat in de jaren 30 in één keer een Kulakant werd aangetroffen, dood, dat is heel belangrijk, hè, dood in de vissersnetten van een visser in de Seychellen. En verder onderzoek, hè, meteen alle biologen erop af. En het heeft tot de jaren 60 geduurd voordat ze daar een levende exemplaren van deze soort, hè, van die Kulakanten zagen. Die zijn niet om op te eten. Ik geloof dat het buitengewoon strafbaar is om ze te vangen en op te eten. Want die zijn natuurlijk in een zeer precaire toestand. Maar er schijnt een kolonie in een soort geul diep onder de wateren van rondom de Seychellen te zijn, waar nog zo'n 500 van deze extreem kwetsbare soort rond zijn. Maar het goede nieuws is, en dat is ook prachtig, hè, niet lang geleden, nog maar een jaar of 5-6 geleden, hebben ze een tweede hoeveelheid Kulakanten aangetroffen. Hè, bij de wateren van Sumatra. Dus kennelijk is dit een soort die door de Indiaanse Oceaan heeft gezwommen. En om incest in die bescheiden populaties, inteelt in deze bescheiden populaties, hè? In deze bescheiden populaties, je moet er goed opletten, hoor. Ja. Dat is altijd handig in wat ik zeg. Hè? Om inteelt in deze bescheiden populaties te voorkomen, zou het dus heel goed zijn als wij in de natuurkunde of in de biologie een soort doorgang van Sumatra naar de Seychellen kunnen maken, zodat er zeg maar gewoon grasfertilisatie kan ontstaan tussen deze twee soorten. Er zijn meerdere voorbeelden. Misschien de meest spectaculaire van al deze voorbeelden is de Angolese sabelantiloop. Prachtig beest, heel groot. Ik heb er één keer één gezien toen ik in Zuid-Afrika was, waar ze naartoe. Een paar soorten zijn geëxporteerd naar wat natuurparken daar. Door de burgeroorlog in dat land is het beest erg overbejaagd geweest. Het is een gigantische antiloop met ongeveer de grootste hoorns die er maar denkbaar zijn in de natuur. Geweldig beest, 2 meter hoog en zo. En springt ook gewoon over 2 meter. Dat is echt indrukwekkend als je dat soort dingen ziet. En die was uitgestorven. Werd in 1976 uitgestorven verklaard. En een jaar of wat geleden, ongeveer een jaar voordat de voetbalkampioenschappen, de wereldkampioenschappen voetbal in Duitsland plaatsvonden, hebben ze de Angolese sabelantiloop weer herontdekt. Er bleek nog ergens een kleine enclave met deze soort te zijn. En die kleine enclave, daar liepen er nog een stuk of 20, 30 rond. Ook extreem inteeltgevaar, zou ik willen zeggen. Nou, daar heeft men sindsdien een gigantische puma over gemaakt in Angola, waar het inmiddels wat beter gaat, grove fokprogramma's opgezet. En om dat te assisteren heeft toen het Angolese voetbalteam dat meedeed aan die voetbalkampioenschap het beest ook tot een officiële logo gemaakt van de Angolese voetbalbond. Zo zie je ook hier weer dat beesten die eigenlijk nauwelijks er nog zijn, enorm veel presentie krijgen in media. En die paradox is natuurlijk ook iets wat een filosoof interessant vindt. Hè? Ze zijn er niet en toch zijn ze op de een of andere manier zijn ze er wel. Wie dat leuk vindt, die moet maar eens wat werk van Baudrillard lezen. En die voortdurend zegt dat het beeld eigenlijk op de een of andere manier veel aanweziger is dan wat er zeg maar door dat beeld gerepresenteerd wordt. En dat zijn de maffe dingen. Nou, dit zijn voorbeelden. Kulakant, Angolese sabelantiloop. Dit zijn prachtige voorbeelden van de manier waarop de natuur, de mens, als het ware, te slim af is. Moeten we eens voorstellen wat er gebeurt op in dit land, hè, als er inderdaad nog ergens een veluwe puma zou rondlopen. Hè, dat was een behoorlijke hysterie die wij een tijd geleden meemaakten. Hè, en dat is, maar dat is ook een hysterie, omdat bijna iedereen zoals wij hier zitten, in deze mooie kerk, hè, omdat bijna iedereen zoals wij hier zitten, eigenlijk stiekem hoopt dat zo'n beest er is. He, ik kan bijvoorbeeld ook niet wachten dat de wolf weer naar Nederland komt. Stel je voor dat het weer echt interessant wordt om door onze bossen te lopen. He, dat is heel leuk. He, in Italië is dat bijvoorbeeld heel normaal als je door de Appenijnen wandelt. Dan kun je wel eens wolven zien. Dat is mij ook wel eens gebeurd, volgens. He, en dat is raar.
Er zijn nog veel meer van dit soort verhalen over dieren die er niet waren. Een heel interessant verhaal is bijvoorbeeld, dan ga ik zo wat conclusies trekken. Hoeveel tijd heb ik nog? 5 voor 9 heb ik. Is hier nou nog iets? Ja, hierna ben ik. Oh ja. Nou, in ieder geval, een van de zones waar je dus ontzettend veel discussies ziet over beesten die wel bestaan of niet bestaan, dat is natuurlijk de diepzee. En voor sommige soorten hebben wij eigenlijk nauwelijks bewijs dat ze bestaan, waren het niet dat in de buik van een potvis of een haai wel eens DNA-materiaal wordt aangetroffen dat nog niet geregistreerd staat in een soortenbank. En een van die soorten DNA-materiaal, dat was van een soort inktvis, hè, een stuk inktvispoos, hè, dat in de darmen van een potvis werd aangetroffen. En die inktvis die was zo waanzinnig groot. Dat was echt, dat was groter dan de tot dan toe bestaande inktvis. En die hadden ze al de giant squid genoemd. He, de reuze inktvis, zoals jullie weten. Nou, dat is dus hartstikke griezelig. Maar wij weten dus dat er daar in die zeewateren, diep onder de oppervlakte, onder het zeeoppervlak, dat daar gevechten gevoerd worden tussen waanzinnige beesten. He, potvissen en zo, blauwe vinvissen en inktvissen die groter zijn dan de reuze inktvis. Dat weten we op basis van een stukje darm dat ze ergens in Australië, of een stukje poot dat ze ergens in de darmen van een, of in de maag moet ik zeggen, van een potvis hebben gevonden. Dat is dus interessant. En wat gebeurt er? 2 jaar geleden, bij Nieuw-Zeeland, zwemt zo'n colossal squid, zo werd hij dan genoemd, niet de giant squid, maar de colossal squid, die werd toen daar gevonden, en een dood exemplaar. Dat is een soort inktvis. Nou ja, die gaat van hier ongeveer naar dat popconcert met die vervelende muziek. Dus, en dat is, dus dat is een waanzinnig groot beest. Je kunt op internet kijken en dan zie je ook dat dier dus echt helemaal uitgelegd is. En dat zoekt naar wat de DNA toets gemaakt. En dan blijkt dat overeen te komen met die DNA van dat stuk poort in die maag van de potvis. Dus heel veel cryptiden. Zijn er. Eigenlijk, en dat vind ik een van de meest maffe paradoxen rondom dit hele thema, eigenlijk zijn er veel meer cryptiden dan soorten die bekend zijn. Wij hebben in de biologie slechts 8 miljoen soorten ongeveer beschreven. Dat is al waanzinnig veel, 8 miljoen. Maar een gemiddelde bioloog, en je kunt dat natuurlijk nooit zeker weten, maar een gemiddelde bioloog gaat er toch van uit dat er zo'n 50 tot 100 miljoen soorten moeten zijn. Dus in feite controleren wij die natuur helemaal niet. In feite zijn er iets van, hebben wij maar zeg maar 10% van de hele soortenrijkdom, van onze hele biodiversiteit, waar zoveel om te doen is, in kaart gebracht. Dat is dus 10% ongeveer, is de schatting. Dat is dus zeg maar eigenlijk heel weinig. En dat noopt, zou je kunnen zeggen, in ieder geval op tot wetenschappelijke bescheidenheid als het erop gaat. Hoewel een gemiddelde wetenschapper, ik heb dit verhaal natuurlijk wel eens eerder verteld ook op biologieconferenties, mij onmiddellijk duidelijk maakt, en dat weet ik natuurlijk ook wel, dat de meeste van die soorten, dat dus kevertjes zijn. Kevertjes zijn ontzettend sterk. En die kevertjes die overleven, en sommige, heel veel soorten sterven ook uit zonder dat wij überhaupt weten wie dat waren of dergelijke meer. Dus onze kennis van de natuur is en blijft op de een of andere manier heel, heel erg bescheiden. En die is dus, we weten heel weinig. Dus als het gaat om die cryptobiologie, vind ik het enerzijds hartstikke terecht dat wij, zou je kunnen zeggen, dit afserveren als pseudowetenschap, wat het natuurlijk volgens mij ook is. Aan de andere kant begrijp ik ook precies waarom mensen vallen voor zo'n soort discipline, omdat ze namelijk, anders dan de gemiddelde wetenschapper, echt wel weten dat controle en beheersing van datgene wat er in die natuur is, dat we daar, zou je kunnen zeggen, nog heel ver van afstaan. De fascinatie die veel mensen voelen voor Yeti, voor Loch Ness, voor de Tasmaanse buidelwolf, die dus een cryptide is die daadwerkelijk bestaan heeft, is vanuit die optiek interessant en valt ook op die manier, zou ik willen zeggen, te verklaren. Kort,
nu zijn we bijna aan het einde van dit hele verhaal. Dit maakt allemaal deel uit van een boek dat gaat over de verstopkunsten van dieren. He, dat boek dat heet Geniale Dier. En ik ga daar geen reclame voor maken, want het is alweer 3-4 jaar geleden dat ik dat geschreven heb. En ik ben een van die auteurs die vindt dat alles wat hij vroeger schreef belachelijk is. Dus, maar het boek probeert wel de suggestie te dekken dat het voor dieren ontzettend slim is om zich te verstoppen. Het is voor dieren waanzinnig slim om zich te verstoppen. He, de oude Griekse filosoof Herakleitos die drukte dat als volgt uit, physio cryptestai feline, hetgeen zoveel betekent als de natuur houdt ervan om zich te verbergen. Wij doen precies het omgekeerde. Typische biologieboek heet dan ook Nature Revealed. Wij willen dat wat zich uit zichzelf wil verbergen, moeten wij en willen wij onthullen. Er is nog heel veel te doen, nog 92 miljoen soorten. Als je sommige biologen mag geloven, moet er nog beschreven worden. Maar daar zit iets heel vreemds achter. Hè? Die pretentie dat wij dat allemaal moeten blootleggen. Het is in ieder geval, zo blijkt, niet handig voor een soort als die ontdekt wordt. En dat brengt mij misschien tot de slotoverweging van datgene. Het zou toch ontzettend mooi zijn, die gedachte, dat er ergens in die ondoordringbare regenwouden van Tasmanië toch nog een Tasmaanse buidelwolf loopt. Een kleine familie die zich daar zo voortplant en die steeds denkt als daar mensen komen, onmiddellijk wegwezen. He? Verstoppen. Want op het moment dat die beesten gespot worden, leidt dat echt tot een waanzinnige hysterie in het land. En daar zullen die dieren dus niet overleven. Dus de slotoverweging die ik u wil meegeven is, misschien is die Tasmaanse buidelwolf ons uiteindelijk toch allemaal gewoon veel en veel te slim af. Dank u wel.